Hallo iedereen, of hallo, welkom, tweelingvlam. Als zelf tweelingvlam zijnde weet ik hoe uitdagend dat het pad is. Omdat ik constant geconfronteerd word met mijn eigen diepste schaduwen. En omdat alles wat ik weet rond relaties totaal niet werkt in een tweelingvlamconnectie. En het werkt zelfs in de omgekeerde oplossing. En dan is het gewoon handig en leuk als je mensen om je heen hebt die exact weten waar je doorheen gaat, die het pad al een stukje voor je gelopen hebben en die weten hoe dat de dynamiek van een diepe zielsconnectie werkt. Daarom hebben we besloten om een soort van community te creëren, specifiek voor tweelingvlam. Of als je zegt, ik ben niet zeker dat ik een tweelingvlam ben, maar ik wil wel die nieuwe templates rond relaties helpen neerzetten, omdat ik dat ook wens voor mezelf. Ook dan ben je natuurlijk welkom in deze groep. Op regelmatige basis gaan we live sessies doen. Ik persoonlijk, samen met Sarah of Sarah alleen of ik alleen, dat hangt er wel vanaf hoe dat we het aanvoelen in dat moment. En we hebben ook een WhatsApp groep speciaal die daarop gefocust is. Ik ga dan niet altijd aanwezig zijn in die WhatsApp groep. Dat is meestal dan Sarah die dat op zich zal nemen. Als het nodig is of als ik mijn groepen voel, zal ik ook daar antwoorden. Dus dat is wat het globale thema daar rond. Dat is ook een concept dat nog verder gaat blijven evolueren. Dus ook daar mag je rekening mee houden dat er nog dingen gaan veranderen aan dit lidmaatschap. Je kan elk moment ook weer opzeggen en zeggen van ik heb het niet meer nodig of het lukt mij verder alleen. Prima. Dan kan je dat mij gewoon een mailtje sturen en dan zet ik jou die lidmaatschap, de betaling, zet ik die op stop. En dan is jouw lidmaatschap beëindigd. Voilà, ik hoop dat dat wat enigszins uitlegt wat de bedoeling ervan is. Heb je toch nog vragen of ben je onzeker? Stuur mij gerust een mailtje via de contactpagina. Ik weet niet welke kant dat zichtbaar is. Maar dus via de contactpagina van de website. En dan kan je mij dan de vraag stellen. En dan ga ik zeker bij jou terugkomen. Voilà, dat was het. Dag!